hele goede morgen. Het is vandaag donderdag. Ik heb me net klaargemaakt, omgekleed en we gaan zo even weg. Nessie is eindelijk een keer een dagje vrij, dus we gaan eindelijk de kerstboom optuigen. En ik heb er echt heel veel zin in, maar het is al bijna kerst alweer. Maar onze kerstboom komt nu pas. Trouwens, ik heb al mijn Black Friday pakketjes binnen en ik heb vandaag een nieuwe outfit aan. Ik heb trouwens een nieuwe Dior Vintage ketting gescoord. Ik vind hem echt zo leuk. Maar ik laat jullie even mijn outfit zien. Ik heb een trui aan van Weekday. En ik heb er echt nog nooit wat gehaald. Maar ik vond deze echt zo tof. Met Black Friday gescoord. Ik heb een nieuwe broek aan van Bershka. Die me echt ontzettend afslankt. Hij zit niet echt heel erg lekker, moet ik zeggen. Maar ik vind hem wel echt heel erg tof. En ik doe hier gewoon even nog schoenen eronder. En dan gaan we er vandoor. Waarschijnlijk gaan we even wat eten. En daarna naar de Intratuin. Want kerstboom moet vandaag echt hier staan. Zo, wij zitten inmiddels in de auto. En Nessie heeft een nieuwe jas gekregen van Puma. Ik vind hem echt heel erg vet. We hebben hem lopen googlen. En hij is gewoon €500 of zo, toch? 400 euro. Ja. Lekker hoor, hij houdt je wel lekker. Het lijkt wel alsof je net gaat skiën of zo. Ja, lijkt op die Michelin poppetje. Ken je die Michelin? Ik ga stuk. Yo, jas is net zo wit als mijn tanden. Oh, mooi hoor. Wij zijn onderweg naar de Intratuin. En we hopen dat we daar een beetje kunnen eten. Maar haar zit echt niet vandaag. Ik baal er echt van. Ik heb er echt letterlijk een uur over gedaan. En Nessie kan het bevestigen. Echt, ik heb echt lopen schelden. Alles gewoon. Maar ik moet weer even een haarmasker erin douwen. Of Olaplex of zo, denk ik. We gaan richting Intratuin. We hebben nog niet ontbeten, dus we gaan daar ook ontbijten. Hopelijk hebben ze daar lekker eten. Zo blij met mijn nieuwe ketting en met mijn nieuwe trui. Hij is echt zo lekker comfy. Vind je het soort truitjes leuk bij mijn Nes? Ja, dat vind ik gezellig. Gezellig. Deze broek zit eigenlijk best wel lekker. Ik vind het alleen een beetje strak van boven, zeg maar, bij mijn kruis. Maar het is echt wel lekker. Ik heb er deze laarzen onder. Je kan het volgens mij niet zo goed zien. Met een mega hak van de Bershka ook. Ik vind die echt heel erg chill. Ik heb trouwens laatst mijn nagels gedaan. Heb ik nog niet geshowt, want ik vlog echt heel weinig tegenwoordig. Ik heb echt van die Christmas nails gedaan bij Michelle. Ik zal even hier haar Instagram neerzetten. Maar ik vind ze echt zo mooi. Ik heb een beetje voor een metallic look gekozen. En dan hier heel veel glitters. En ik ben van plan om net voor kerst gewoon al mijn nagels zo te doen. Wij zijn bij de Intratuin. Ik heb helemaal niet verteld waarom we hier naartoe gaan. Maar we gaan vandaag een kerstboom optuigen. En ik dacht, we halen gewoon extra accessoires. Want ja, dat doen we eigenlijk elk jaar. Een beetje iets bijhalen. We hebben eigenlijk al kerstballen en een kerstboom. En we hebben ik weet niet wat we hebben thuis. Van die gouden en brons hadden we vorig jaar gehaald. Ook gewoon hier bij de Intratuin. Ja? Ja. Het is zo cute, jongens. Kijk, één keer. Dit is zo schattig. En dit is dus voor een jongetje. Oh, het is echt zo mini en zo cute. Nou, we hebben toch maar even besloten om eerst te gaan lunchen. Dit is ons lunch geworden. Een smoothie van spinazie met banaan. En dit is een broodje kip. Ik wil eigenlijk een kipsalade. Maar ze bieden dus geen kipsalades aan zonder kaas. En ze hadden geen verse kip meer. Dus ik moet de kip hiervan eten. Net zo even kip curry. Zo, wij zijn weer thuis. We hebben even de kerstboom opgehaald van de kelder. Moeten we even mee starten. Dat was 1, 2 en 3 ook weer. Maar voordat we dat gaan doen, laat ik jullie even zien wat ik allemaal bij de Intratuin heb gescoord. Ik moet je wel eerlijk zeggen dat het wel echt tegenviel. Ik heb niet echt iets heel erg leuks gevonden ofzo. Maar ik heb wel een paar dingen gehaald om het huis gewoon iets leuker te maken. Vooral de kerstboom iets meer op te fleuren. Zo. Ik heb heel veel nieuwe kerstballen gehaald. Ik heb wel echt heel leuke kerstballen gescoopt, moet ik zeggen. Ik heb 4 van... Oh, is het dus niet zo'n handeltje? Even. Ik heb 4 van deze gehaald. Ik vond deze echt zo mooi. Ik heb trouwens ieder jaar een beetje goud, bronzen kerstballen. Dus ik vond dit echt heel erg leuk bij passen. Ik heb een paar van deze gehaald. Met sneeuwvlokjes erin, I think. Ik heb van die sterretjes gehaald. Allemaal verschillende. Ook goud. Beetje verschillende vormen. Volgens mij zit een sneeuwvlokje en is het een sterretje. Ik heb een strikje gehaald. Er was nog maar 1 van over. Ik heb hem gewoon meegenomen. Ik hem gewoon cute vond. En ik heb volgens mij nog stukjes van vorig jaar. Dus dan kan ik het aanvullen. Ik vond deze wel echt heel erg cute. En ik heb deze gekocht
van mijn vaccinelichtjes. Ik denk dat het echt heel erg mooi gaat staan met kerst. Deze gewoon heel erg op tafeltje als versiering en ook gewoon vaccinelichtjes in. Ik denk dat het echt een heel mooie effect geeft. Het ziet er eigenlijk best wel cheap uit, moet ik zeggen. Maar het was ook echt cheap. Het was €1,99. Maar ik vind het wel leuk voor kerst. Alleen voor kerst. Ik heb voor de rest zo'n mini kerstboompje gekocht. Ook voor op tafel daar als versiering. En ik heb dit gekocht. Ik weet alleen niet waar ik die moet doen. Ik heb deze planten gekocht. Ik vond deze echt zo mooi. Ook die kleur. Een beetje zo herfstachtig toch. Ik vind het echt fucking mooi. Dus ik heb er 2 van gehaald. Ze zijn €8,99 per stuk. Ik weet alleen niet waar ik die in moet doen. In die grote pot of die kleine pot. En volgens mij als ik die in een grote pot doe, heb ik er veel te weinig van. Maar ik ga zo wel even kijken. Want ik vond deze echt zo erg mooi. Ze zijn trouwens echte planten. Hè? Die zijn gedroogd, zei ze. En die kan je gewoon eigenlijk forever bewaren. Omdat we ieder jaar gewoon heel erg laat kerstspullen gaan halen. Ze hebben altijd te laat om een piek te halen. En zijn ze altijd uitverkocht. Maar we hebben vandaag een piek gescoord. Niet de mooiste, maar we hebben wel een piek dit jaar. Nou, het is weer tijd, jongens. We hebben deze echt met zoveel moeite gevonden in de kelder. En we gaan nu even aan de slag. Het worden een beetje onze kleuren, zoals bijna elk jaar. Kijk, het ziet er al veel beter uit. Nu nog de laatste dingetjes erin. Eigenlijk de mooiste dingetjes komen er nu in. Inmiddels gedoucht, lekker fresh hair, mijn make-up gedaan, ik ga me even omkleden en dan ga ik richting Chiki. Daar ga ik lekker sushi eten met een oude vriendin van mij die ik weer een tijdje niet heb gezien. Het gaat echt zo snel, ik probeer echt elke keer af te spreken met oude vriendinnen en dan gaat het weer echt een keer, dan gaat het echt weer heel snel 3 maanden, 4 maanden, een half jaar eroverheen en dan spreek je daarna pas af. Dus dat vind ik altijd wel leuk om even toch af en toe te doen. Dus ben ik echt super blij dat de kerstboom er eindelijk staat. Ik ben hier echt happy mee. Ik wil echt eerlijk zeggen dat ik de afgelopen dagen echt down was. En dat eigenlijk gewoon zonder reden. Ik denk dat het ja, gedeeltelijk wel te maken heeft met weersverandering. Dat het zo snel donker wordt, gewoon koud is. Gewoon ja, ik weet niet. Ik voel me gewoon echt... Bleh, ik weet niet. En ik ben ook echt heel erg chagrijnig. En ik kan echt gewoon niks hebben of zo. Dat merk ik gewoon heel erg aan mij. Ja, dat merk ik echt gewoon heel erg aan mezelf. En vandaag was denk ik echt de eerste dag dat ik opstond en ik gewoon echt gewoon lekker vrolijk wakker werd. En dat probeer ik er even in te houden voor de maand december, want ik heb echt nog helemaal geen holiday vibes of feelings of wat dan ook. En dat heb ik eigenlijk afgelopen jaren wel gehad, alleen dit jaar dus wel echt minder. Goed, even wat positieve jongens. Ik ga me omkleden, ik heb een shirtje aan van Nessie. Social media workers, ik ga een stuk. En dan ga ik richting Chiki. Ben je aan het doen? Je bent de lekkerste kat ter wereld. Oh ja, 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 ja. Trouwens, ik zeg de hele tijd dus dat ik sushi ga eten. Ik ga inderdaad naar een sushi restaurant, maar ik ga dus geen sushi eten. Dat is echt heel erg. Maar de vriendin waar ik mee afspreek, die wil altijd sushi eten. Toen zei ik tegen haar van, zullen we gewoon sushi eten bij Chiki? Maar ik weet dat er op een menukaart natuurlijk ook heel veel andere dingen ja, staan dan sushi. Dus ik bestel meestal gewoon tegenwoordig groenten en heel veel vis en sashimi. En dat is dan mijn sushi. Maar ik eet dus geen sushi. Ik dacht, ik zeg het even. Mensen die zich afvragen wat ik dan bestel. Nou, groenten. Lekker zalm. Mosselen. Garnalen. Zebra's. Beef rolls vind ik ook heel lekker. En eend. En deze salade vind ik echt heel erg lekker. Dus eigenlijk, ja. Eigenlijk heel erg lekker dit. Zalmsalade en een tuna salade. En... ja, dat is het een beetje. En ik doe even sucrine in mijn tas voor de zekerheid. Voor bij de thee en koffie.
Zo, ik ben lekker omgekleed. Ik heb een blouseje aan van Boohoo. Ik heb een broek aan van de Zara. Ik ga even die hak hier onderaan doen. En dan gewoon mijn grijze jas. Gewoon lekker casual. En dan kan ik lekker eten. Nou, ik kan helemaal niet zo lekker eten. Ik heb gewoon een skinny broek aan. Maar goed, ik ga geen sushi eten. Dus eigenlijk maakt het toch niet uit. Zo, ik ben aangekomen. Ik ben lekker vroeg, dus ik moet nog even wachten. Mijn stoelverwarming was echt net warm en toen kwam ik op de locatie aan. I hate my life. Even wachten en dan kan ik eindelijk eten. Ik heb nog niet gezegd, maar ik heb gewoon de hele dag gevast. Ik doe dan aan intermittent fasting. Ik heb de hele dag lopen vasten. En het is nu 7:45 en ik ga nu eindelijk eten. Dus ik heb echt, echt, echt heel veel trek en ik heb heel veel zin om te eten. Wij hebben lekker sushi gegeten. Zo, mijn haar is echt lelijk, what the fuck. We hebben lekker sushi gegeten bij Shiki en wij zijn nu bij Bazaar. Ze wilde er niet op, maar we zijn nu bij Bazaar en we gaan nu even lekker in thee.